Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Vandaag gaan we samen de bakkerij proberen van Kinetic Sand. En dit is de achtergrond. Dit is onze eigen bakkerij. En wat we daar hebben is het Kinetic Sand. En daar gaan we onze eigen gemaakte taartjes verkopen. Van het blauwe en het roze zand gaan we mooie cupcakes en taartjes maken. Eerst halen we het Kinetic Sand uit de verpakking. En dit is echt neonroze, dan gaan we het een beetje kneden. Eerst moet je hem een beetje soepel maken. Ik vind het natuurlijk super cool. Vooral ook als je ziet wat voor vormen die dan aanneemt. Het is echt super leuk om daar een beetje mee te kneden. En ik ben dan benieuwd hoe uiteindelijk de taartjes worden. Ik heb zoiets alleen nog maar met Play-Doh gedaan tot nu toe. En dit keer kan dat met Kinetic Sand. Dat is dus de roze. En dan pakken we de blauwe erbij. Ook die is nog een beetje droog, maar ook die gaan we een beetje soepel kneden. En dan kun je het al zien. Hij valt precies zo uit elkaar als de roze. En dat ziet er echt super cool uit. We hebben nu twee kleuren. Maar we kunnen natuurlijk ook mengen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik pak een stukje roze en een stukje blauw. En dan zal ik deze twee allebei mengen. Wisten jullie al welke kleur erbij komt? Waarschijnlijk weten jullie dat al. We hebben hier paars Kinetic Sand gemaakt uit de blauwe en de roze. Natuurlijk kunnen we ook nog wat andere kleurtjes maken. Een beetje meer blauw of een beetje meer roze nemen bijvoorbeeld. En dat dan goed mengen, zodat je allemaal verschillende kleuren krijgt. En dat ga ik nu doen. Hier heb ik een paar kleuren gemengd. En toen bedacht ik me dat we ook nog gouden klei hebben. En die wil ik nog even mengen met dat wat donkerder blauw. Nu hebben we een paar hele coole Kinetic Sand kleuren. Hier hebben we blauw met goud. Dan hebben we hier roze met goud. Hier hebben we wat donkerder roze. Die hebben we met paars. Met roze, paars en we hebben nog blauw. En hier hebben we het cupcake vormpje. Dan ga ik nu een lekkere zandige cupcake maken. Daarvoor doe ik eerst deze. En daarop doe ik nog wat van de donkerdere roze kleur. Aan de andere kant doe ik hetzelfde. En dan als slagroom gebruik ik nu de paarse. En dan drukken we dat goed tegen elkaar aan. En klaar is onze zandcupcake. Je hebt nog wat restjes die je eraf moet halen.
En hierbovenop ziet het er eigenlijk niet zo uit als slagroom. Daarom vorm ik dat zelf wel een beetje tot slagroom. Zo, en klaar is onze eerste cupcake. Als volgende gaan we een klein taartje maken. Als eerste vul ik die met roze. Dan pak ik mijn goudblauwe kleur erbij. Dan neem ik wat paars. Ik vind het altijd weer verbazingwekkend hoe die zich gedraagt, de Kinetic Sand. Het lijkt soms net als een soort van spinnenwebdraadje, is heel bijzonder. Als volgende pak ik de normale blauw. En ik denk dat dat wel genoeg is. Even goed aandrukken. En dan neerleggen. Dat ziet er super cool uit. Het lijkt wel op een kleine vulkaan. Dan hebben we nu ook dit roze vormpje nog. Daar ga ik als eerste blauw in doen. Dan paars. Dan wat van mijn donkerdere roze kleur. En dan het goudblauw. Weer goed aandrukken natuurlijk. En dan weer neerleggen. Ook die ziet er super mooi uit. Ik vind vooral dit patroon zo leuk met paars en met roze. En nu gaan we eens eventjes verder met onze versieringen. Dan kunnen we de taartjes wat mooier maken. Hier hebben we een kaarsje. Dan hebben we hier nog een roos. Dan een aardbei. En een hartje. Ik denk dat ik daarvoor eens blauw ga gebruiken. Is weer eens wat anders. Alles wat overblijft aan de randjes, dat strijk ik eraf. Dan nog eventjes goed vastdrukken. En omdraaien. Dat was al amper nodig, want de vormpjes die kwamen er al uit. De roos is echt ontzettend mooi geworden. Dan hebben we hier het hartje. Hier hebben we de kaars. En onze aardbei, die is blauw. Nu gaan we de taartjes nog decoreren. En daarvoor hebben we ook dit nog, deze pons. Daar kunnen we een hartje van maken. Dat kunnen we ook in twee kleuren maken, als we dat leuk vinden. Ik denk dat ik roze en paars gebruik. Zo ziet hij er dan uit. Of hier nog een cirkeltje. Die maak ik in één kleur. Die ziet er dan zo uit. Ook zelf bijna als een klein taartje. Ik vind het hartje in ieder geval erg leuk. Daar ga ik er wat meer van maken. En daar ga ik onze kleine zandtaartjes mee versieren. Zo, nu is het tijd om onze Kinetic Sand gebakjes te gaan versieren. Ik maak de roos vast aan de cupcake. En deze taartjes die zal ik op elkaar stapelen om een grote te maken. Dan maak ik de hartjes eraan vast. Uiteraard moet je die goed eraan vastdrukken, anders dan vallen ze er weer vanaf. En er bovenop dan een kaars. Dan is het een soort verjaardagstaart. En hier op de cupcake maak ik dan nog een aardbei vast. En nu zijn onze zandtaartjes al klaar en wij kunnen ze in onze bakkerij neerzetten. Hier in het midden hebben we de verjaardagstaart en hier bovenin in de kast zal ik mijn cupcake neerzetten.
Natuurlijk kun je nog veel meer maken met deze Kinetic Sand Set. Het is natuurlijk leuk om in plaats van Play-Doh sets de Kinetic Sand te gebruiken. Het enige nadeel is dat de Kinetic Sand dingen op een gegeven moment uit elkaar gaan vallen. Omdat het natuurlijk van zand is en het is erg vormbaar. Maar voor nu ziet het er allemaal nog super mooi uit. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden. Laat me ook maar weten in de reacties wat jullie lievelingstaart is. De mijne is denk ik toch wel cheesecake, daar hou ik echt van. Dus laat het maar weten in de reacties wat dat je lievelingstaart is. En tot de volgende keer. Doei!